Vanwege de nieuwe coronamaatregelen sloot ook Il Café gisteravond om 10 uur haar deuren. Aangezien dit niet de eerste keer is dat ze geen gasten meer mogen ontvangen, voor een langere tijd hebben ze al het een en ander voorbereid. De gevolgen die zijn er vooral natuurlijk voor de gasten en voor het personeel. Wij vinden het natuurlijk heel vervelend dat wij onze gasten niet op een normale manier kunnen verwelkomen. En ons eten en drinken aan de gasten brengen. Dat doen we natuurlijk het liefst en dat niet meer kan vinden we heel vervelend. Voor het personeel is het natuurlijk heel vervelend dat ze eigenlijk op korte termijn geen werk hebben. Want wij weten ook nog niet hoe het gaat zijn. Maar verder zijn die gevolgen eigenlijk dat wij heel creatief moeten blijven en weer allemaal andere leuke dingen moeten bedenken. Als het dus aan de medewerkers van Il Café ligt, is stilstaan, zelfs tijdens een globale pandemie, geen optie. Ja, we hebben natuurlijk in de vorige lockdown al goed kunnen oefenen. En we zijn van plan om dat deze keer alleen maar groter te maken met inderdaad, je noemt het al even, de Beer Bike Through. Binnenkort is hier natuurlijk de grote Bock Beer Bike Through. Het zal een afhaal plus concept worden, dus de basis is onze gerechten afhalen. In ieder geval op de wat drukkere dagen. Ik denk dat we de maandag voorlopig nog even overslaan. En verder gaan we gewoon heel veel online doen. Pubquizzen gaan weer online. Dus hele mooie activiteiten in deze kassen. En het zal allemaal afhalen zijn. Die maatregelen zijn er nu eenmaal allemaal. En ik denk dat je daar gewoon positief mee moet omgaan. Je kan klagen, maar je kan ook dragen. En ik denk dat wij dat moeten doen en dat ook graag willen doen. En wij staan er altijd positief in. De overgebleven drank en voedsel. We beginnen morgen al met de afhaal. En ik heb al even geroepen, we beginnen met de slokdown. Dus we beginnen morgen al met afhaal en we zullen tot 8 uur de biertjes die over zijn voor een redelijke prijs verkopen. En we hebben natuurlijk nog een avond voor de boeg, hè, dus je weet nooit hoeveel er voor de avond open is. Vanavond zitten we in ieder geval gewoon nog vol. Vanavond gaat alles op. Vanavond gaat alles op.